een vraag voor de kinderen. Zeg kinderen, wanneer zijn jullie vader en moeder voor het laatst boos op jullie geweest? Ja, vanochtend, dat dacht ik al wel. En anders gisteravond wel, of gistermiddag, gisterochtend. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat je vader en je moeder niet eens een keertje boos op je worden. Soms is het terecht, dat weet je ook. Soms heb je daar ook andere gedachten bij. Ik heb mijzelf als vader van 4 kinderen en een 5e opkomst eens zitten afvragen wanneer ik voor het laatst echt kwaad ben geweest op mijn lieve kinderen. En dat was kort geleden op een maandagavond. Dan is er club van de kerk en onze oudste 2 die gaan er naartoe. Ik moet dan catechisatie geven, dus ik loop dan met ze mee. Zelf ben ik altijd een beetje bedrukt van binnen. Want ja, gemeente, ze zeggen wel eens wat over de Urkerjeugd. Maar de Katwijkse jeugd die kan er ook wat van. Hè? En als catecheet sta je dan weer voor de nobele taak om christelijk onderwijs te geven aan dat jonge spul. Ga er maar aan staan. Terwijl die kinderen, ja, die gaan naar de club. Dus die zijn blij en vrolijk en die gaan bijna dansend over straat. Dus nou, daar liep ik en daar liepen zij en ik had de straat overgestoken. Ik dacht, waar zijn ze eigenlijk? Keerde me om. Ze waren nog aan de overkant van de straat, tussen ons in een zebrapad. En net op het verkeerde moment. Namelijk toen er een auto in volle vaart op het zebrapad kwam afgereden, dachten mijn lieve kindertjes dat het een goed moment was om over te steken. En ze vlogen het zebrapad op, auto in de ankers. En ik, de schrik van mijn leven, zei zulke ogen in het hoofd en ik werd boos. Echt boos. Netjes boos, maar wel boos. En ik heb ze erbij gesleept, mijn excuses voor die auto. En ik zeg, jongens, dit mag je echt, echt, echt nooit meer doen. Ik was echt boos. Waarom? Hield ik ineens niet meer van ze? Nee, het tegendeel is waar. Ik hou heel veel van ze. En ook op dat moment, maar ik was heel even bang dat ik ze kwijt zou raken. Dat ze zichzelf zo zouden beschadigen dat ik ze nooit meer zou zien. En achteraf denk ik, ik had ook een beetje boos moeten wezen op mezelf. Want ik had dichter bij ze in de buurt moeten blijven. Nou, gemeente, met dat alledaagse verhaaltje zitten we midden in de stof van de prediking. Want wat schrijft de apostel? In Efeze 4, vers 26 en 27. Ik vertel het maar zoals ik het zelf in mijn hoofd heb. Dat is uit een andere vertaling, Statenvertaling, Herziene Statenvertaling. Maar dat, ja, dat zit nou een keer in mijn hoofd, dat krijg ik er ook niet uit. De apostel schrijft, word boos. Maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Daar hebt u de preekstof van vanmiddag. We zullen heel praktisch onderwijs krijgen over hoe dat wij hebben om te gaan met dat vreemde iets wat zomaar ineens tevoorschijn kan springen. Boosheid, woede, toorn. Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil hun toegezegd. Dat zijn de eerste woorden van Psalm 72, vers 2. En ik wil dat graag zingen samen met het 10e vers. Dus Psalm 72, vers 2 en 10. Nadat we een ogenblik hebben nagedacht over dat wonderlijke zinnetje dat we tegenkomen in Efeze 4, het 26e en het 27e vers. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. We krijgen vanmiddag praktisch Bijbels onderwijs in woedebeheersing. Praktisch Bijbels onderwijs in woedebeheersing. En we volgen de tekst op de voet. Als het eerst gaat over een kwaaie kop, word boos.
Als het in de tweede plaats gaat over een ondergaande zon. Want Paulus schrijft er meteen achteraan, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En dan tenslotte, wat ik zou willen noemen, een aangeleinde duivel. Want er wordt gezegd, geef de duivel geen plaats.